Really? Yeah. At home. Een ontzettende goedemorgen. Ik zie eruit alsof ik met mijn haar in tostijzer heb gelegen. Maar dat maakt niet uit, want ik ga lekker douchen. Ik ga opfrissen. En dan gaan we eventjes naar René der Werk om een bloemetje te geven. Waarom? Omdat ze gewoon lief is. Omdat ze er altijd voor me is. En ja, vind ik gewoon dat ze dat verdient. En kijk, ik heb daar net onder mijn oog een heel klein wondje zitten. Omdat ik gisteren eventjes heb weg laten halen. Waar ik me al een paar jaar aan irriteer. En ook hier heb ik iets weg laten halen. Awesome! Ja, het is toch fijn als het kan. En het was ook zo gepiept. Stinkt wel. Een beetje zo van dat verbrand vlees. Geschroeid vlees. Ja, dat is niet lekker. Maar goed, het is weg. Het is scherp. Scherp. Een kapseltje ook, hè? Heerlijk. Zo, nou, ik ga douchen en dan gaan we naar René. Zo, ik ben lekker gedoucht, zo lekker aangekleed, fris en fruitig. En ik ga hier zitten op het muurtje en je gelooft het niet. What the fuck? Echt vlak voordat ik ging zitten, flatste zo'n dikke flats naar beneden. Als het goed is heeft ze zo pauze. Nou ja, zoals je ziet is het een beetje winderig. Ja, niet ik, maar de wind waait. Lekker hard. Maar het is lekker weer. Er staat markt. Zo. Bloemetje gehaald. Houdt zo van. Altijd leuk. Oes reageert, wat zegt ze? Ja, dat wil me vrij druk. Ze heeft eigenlijk een half pauze, dus dat is het bijna. Nou, we gaan ze zo meteen maar gewoon verrassen. Hoi! Wat is deze? Dat is wel heel slecht, hè? Hoi, volgens mij zat ik daar ergens. Hi baby! Hi baby! Waar ben je? Ja, daar is ze. Ja, waarom? Wat is dit dan? Dit is een jaal.